Vanaf de verzamelplaats achter de plaatselijke bioscoop maakten voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog woensdag een ritje door het centrum van Wijchen. Na deze rit werden de voertuigen in de achtertuin van het kasteel geplaatst. Hier konden ze van dichtbij bewonderd worden. De voertuigen maakten onderdeel uit van de opening van de tentoonstelling Vrij, Wijchen herdenkt 40-45. Deze tentoonstelling is georganiseerd door het Museum Kasteel Wijchen.